We hebben ook aan tafel Pieter Lakenman. Hij is woedend. En u weet wat een woedende Pieter Lakenman allemaal kan. Hij kan bijvoorbeeld heel hard op de tafel slaan. Gaat u dat doen vanavond? Nee, dat ga ik helemaal niet. Ik ga me heel rustig houden vanavond. Gelukkig. U bent vooral boos over uitlatingen die Marja Bontekoe heeft gedaan. Zij is de auteur van de dossiers Lakenman. Zij noemt u een graaiende bedrieger met autistische trekjes. Dat zal blijken of dat klopt, want we gaan om te beginnen even met u naar een fragmentje kijken van het gesprek dat vanavond in Nova werd gevoerd met Nout Wellink, de baas van het DNB. Daar werd teruggekeken op de DSB-affaire, waarin, zoals bekend, u heeft opgeroepen om mensen hun geld terug te laten halen. En toen was de vraag, is het dan niet verstandig om Lakenman dan ook voor de schade op te laten draaien? Wellink voelde er zelf niet veel voor, dat wil zeggen, hij voelde er wel voor, maar hij vond de DNB niet de juiste instantie en zei toen dit. Al weet iedereen dat de heer Lakenman dat geld niet heeft. Ik vind dat er zeer serieus gekeken moet worden of hier iets aan gedaan moet worden. Met andere woorden, of het schade puur verhaald kan worden. Ik zou ontzettend graag aangesproken worden om de schade te vergoeden. Want door mijn optreden zijn honderden miljoenen verliezen voorkomen bij DSB. Dus dan krijg ik honderden miljoenen in de schoot geworpen. Het is namelijk zo, uit het verslag van de curatoren is gebleken dat DSB een eigen vermogen had van enkele honderden miljoenen euro's negatief. Terwijl het officieel nog 250 positief was. DSB was dus in een enorm verliesgevende fase geraakt. Dat wist ik, dat weet Wellink natuurlijk ook wel in werkelijkheid. Dus door die zaak failliet te maken zijn de verliezen enorm direct gestopt. Dus ik wil heel graag de schade betalen. Dus u zegt eigenlijk, u roept eigenlijk iedereen op om een gerechtelijke procedure tegen u te beginnen als het gaat over de val van de Dirk Scheringa-bank? Nou, over de schade die ik aan de bank heb veroorzaakt, ja. Ja, dat zal dan ook de eis zijn dat u die schade zou moeten vergoeden. Ja, maar dat betekent dus in mijn ogen dat als het een voordeel is geweest, dat ik dan ook de negatieve schade dus uitbetaald krijg. Nou, dat wil ik heel graag, wil ik dat tegemoet zien. Wellink zei overigens ook nog in Nova dat we ervan uit moeten gaan dat u die schade niet kunt betalen. Bent u zo armlastig dan? Nou, nee, maar Ik heb een bankrekening, daar kan zo 300 of 400 miljoen opgestort worden. Dat dus kan makkelijk. Dat kan een probleem. Gelukkig. Goed, laten we het eerst hebben. We gaan straks uitgebreid met u spreken over wat uw biograaf van u vindt en wat ze erover gezegd heeft. Maar gezellig is dat, zo'n gesprek met Nout Wellink. Ik zou ook wel. Het lijkt me ook wel gezellig om eens een keer met hem te babbelen, ja. Nou, dat zal vast nog wel een keer gebeuren, als u het wil of niet. Ik sluit het niet uit. Heeft u het wel eens geprobeerd? Nee, nog niet. Ik heb nog geen gesprek aangevraagd, nee. Heeft u onlangs nog gesproken met Marja Bontekoe, overigens? Nee, ik heb er al een paar jaar niks meer van gehoord. Ik was ook verbaasd toen dat boek uitkwam. Ja, het wordt als een biografie gepresenteerd, maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat over twee of drie officieuze zaken. Officieuze biografie, hè? Gaat het over? Ja, maar ook een officieuze biografie is het ook niet. Want het gaat alleen maar over twee of drie zaken. Een van de zaken is zij nogal. Hoewel het niet uit het boek blijkt, is zij erg bij betrokken. Juist. De dossiers Lakenman, zo heet het boek. En Marja Bontekoe die was te gast onder andere bij het programma Nova. En daar gaf ze een, nou laten we zeggen, een karakterschets van u. En dan praten we straks of u zich daarin herkent. Ja. Ik denk dat Lakenman een man is die een bepaalde status heeft in Nederland. Een status waar mensen toch erg naar kijken. Wat maakt dat mensen ook naar hem luisteren. Maar in wezen is het een ontzettend eigenwijs mens. Een ijzelganger die zijn gang gaat en die niet luistert naar andere mensen. Ook niet mensen die wel verstand van zaken hebben. En ja, dat maakt dat hij gewoon zeg maar doorgaat in waar hij mee bezig is. En ja, ik zou bijna zeggen, licht autistische trekjes en zeker last van grootheidswaanzin. Ja, maar eigenlijk zegt u ook dat hij een bedrieger is. In feite is hij een bedrieger. Hij zegt niet de hele waarheid. Het zijn halve waarheden, het zijn stukken van vonnissen, het zijn delen van uitspraken. Maar uiteindelijk het ware uitspraken, de hoge beroepuitspraak van een hogere rechter, die vind je gewoon niet meer op zijn site zodra hij dat verloren heeft. Bent u niet bang voor een proces? Nou, ik ben niet zo bang voor een proces en zeker niet bang om een proces te verliezen. Nou. Die liefdesrelatie is wel voorbij, hè, tussen u beiden? Die is er nooit geweest, hoor. We hadden vroeger een zakelijke relatie. Ze heeft een project voor mij gedaan. Mm-hmm. En ze is een half jaar secretaris geweest. Ja. Maar wat zien we hier nou eigenlijk? Want er staan een aantal dingen in het boek, daar kunnen we nu niet op ingaan, omdat het allemaal vrij ingewikkelde affaires zijn. Maar we hebben gekeken naar iemand die een schets van u geeft. Wat zien we dan? Ja, zij beschuldigt mij dat ik ben een bedrieger en een graaier en iemand die die nauwelijks iets wint. Dat zijn hele licht autistisch. Licht autistisch, ja. En grootheidswaanzin ook. Ook ja, nog. Ja, dat zijn hele vreemde beschuldigingen. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, het moet dus.
een frustratie, denk ik, zijn geweest. We zijn wel een beetje met ruzie uit elkaar gegaan. Dus een zakelijke ruzie. En ik denk dat dit het resultaat is van de zakelijke ruzie. Ik kan het niets anders zien dan als een uiting van frustratie. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik er toch wel iets tegen moet doen. Want dit zijn natuurlijk toch wel een beetje... Kijk, ik kan best tegen kritiek. En als iemand zegt van ja, Lakenman, jij had die DSB-bank niet om moeten blazen... dan kan ik daar best tegen. Want dat is gewoon reëel zakelijk. Maar zij geeft inderdaad meer een karakterschets. Ja. Maar toch gebaseerd ook op de veronderstelling die het voorkomen onwaar is... dat ik bijna geen zaken win. En dat is natuurlijk toch wel heel schadelijk voor mij, zo'n verhaaltje. Ze zegt dat u minder dan 10% van de zaken die u hebt aangespannen hebt gewonnen. Ja, ja. Dat zegt ze ook. Ja, dat zegt ze, ja. Maar ik heb dus eventjes in die tabelletjes achterin gekeken. Ja. Maar daar heeft ze dus allerlei zaken heeft ze daar niet in genoemd. Laten we zeggen, Philipsen, Van der Ploeg. Alle overwinningen heeft ze helemaal niet in die tabel weergegeven. Hoeveel procent van de zaken die u heeft aangespannen heeft u wel gewonnen, denkt u? Zij bedoelt daar dus zaken die ik zeg maar samen met cliënten voor cliënten. Nou, ik kom tot 80%. Tot 80%? Ja, dat is wel iets hoger dan 0 of 33%. Ja. U zegt daar moet ik eigenlijk wat aan doen, maar wat zou u eraan kunnen doen? Nou, kijk, een boek helemaal fileren, dat kun je niet in een kort geding doen. Dat moet je in de bodemprocedure doen. Maar dat boek is voor haar eigenlijk een onderdeel, een basis voor een campagne tegen mij. Dat ik dus zou graaien en onbetrouwbaar zou zijn en zo. En die beweringen, die kun je wel in een kort geding aanvatten. Want dat is op niets gebaseerd, dat is uitermate schadelijk. En daarom heb ik daar samen met mijn advocaat, waar ik dus wel naar geluisterd heb... heb ik dus een kort geding aangespannen. En vanochtend is de dagvaarding aan haar betekend. Juist. En wat wilt u in dat kort geding? Nou, ik wil twee dingen. Ten eerste dat zij rectificatie zendt naar alle 10 of 12 media waar zij interviews aan heeft gegeven. Rectificatie van wat? Van de beweringen dat ik dus een graaier ben en dat ik dus maar weinig win van de zaken. En dat ik, autistisch ben. Grootheidswaanzin. Dicht autistisch. En ook dat ik geen contact met de werkelijkheid heb. Al de bekende verhaaltjes van haar, die moeten ze rectificeren. En dan moet ze ook een verbod dat ze dat nog zegt. En dat is dan op straffen van een dwangsom van €25.000 per overtreding. Valt er wel mee, hè? Voor sommige mensen is het niks. Voor haar is het dan toch wel, denk ik, voldoende om het te laten stoppen. En dat kort geding dat vindt dus volgende week woensdag plaats. De president van de Amsterdamse rechtbank die vindt het waarschijnlijk... alles wijst op dat hij het ook een belangrijke overtreding vindt van wat toegestaan is. Want normaal gesproken bij het aanvragen van een kort geding krijg je op 2 of 3 weken. En de president van de Amsterdamse rechtbank die heeft het binnen een week bepaald. Dus dat is wel een aanwijzing dat hij het ook wel een belangrijke zaak vindt. Ja. We hebben gebeld... Ja, mijn reputatie wordt helemaal aan de flarden door haar... Ja, althans, bij die mensen die er geloven aan echt, dat is... Dat gelukkig niet iedereen, maar laten we zeggen, de schade die het aan mij heeft aangebracht, die kan ik nog niet meten. Maar dat is natuurlijk schadelijk als je dus zo wordt neergezet. Terwijl je dus juist wel succes hebt, je bent wel eerlijk en je hebt ook contact met de werkelijkheid. Ja, dat heb ik toch wel. Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad met de werkelijkheid? Ja? Nou, met zij de werkelijkheid? Ik vind dat zij is meer een illusionist om misschien wil ze niet leren, hoor. Nee, hoor, niet de werkelijkheid. Misschien dat u ook een sensitiviteitstraining moet eisen. Want dit doet u natuurlijk erg pijn. Dit moet u pijn doen. Dit doet pijn. Maar ja, goed, ik ben daar al op getraind, hoor, om pijn te lijden. Dus ik hoef daar niet meer... Want dat is natuurlijk smaad, hè? Een leugen die iemand pijn doet. Of het smaad of lastig is of een onrechtmatige uitlating, moet de jurist maar uitzoeken. Maar een kort geding om haar af te stoppen, dat is natuurlijk het snelste. Maar ik heb haar dus voor het laatst, denk ik, in 2006... Was u helemaal niet op de hoogte van het feit dat er ergens op een kamer iemand een boek over u aanschrijft? Nou, ik had bij geruchten had ik gehoord een aantal maanden geleden dat zij bezig zou zijn. Maar later hoorde ik weer bij geruchten dat het niks was. Dus dat ze ermee was gestopt. Waarom heeft u niet gebeld? Ja, waarom moet ik bellen? Ik zou me kunnen voorstellen, u heeft met iemand gewerkt. Diegene maakt een boek. Dat wist ik helemaal niet. Ja, maar daar komt u achter. Want ze geeft interviews. En dan zegt ze, die Pieter Lakenman, die leidt een grootheidswaanzin. Ik ga eens even bellen. Nou, ik ben dus opgebeld door een journalist van Parool. Dat was de eerste. Die zei me dus dat het boek, daar had hij dan de drukproeven van. Nou, daar was ik nogal door verrast. Dat blijkt ook uit het artikel. Maar dit is toch...
volkomen duidelijk een poging om mij onderuit te halen, om mijn reputatie te bekladden. Dan ga ik toch niet meer bellen, dan loop ik toch direct naar mijn advocaat. Nou, ze wil mensen waarschuwen, omdat ze denkt, ja, die Lakenman heeft veel succes, daar laten we die man inhuren. En zij zegt, het succes is er niet, en ik waarschuw die mensen, dat moeten ze niet doen, kunnen ze beter niet doen. Ja, nou ja, maar dat is haar propagandapraatje, dat het waarschuwing is. Zij, dat zijn gewoon onwaarheden. Ik heb 80% van de civiele claims voor klanten heb ik gewonnen. Zij laat, die tabelletjes, dat zijn allemaal dingen, die komen er helemaal niet in voor. Er komen ook verloren zaken in voor van zaken waar ik helemaal niks van af weet. Daar ben ik nooit bij betrokken geweest. Nou, ze zegt ook, en dat kun je soms een beetje checken, want u heeft een website, dat de verloren zaken van u, dat u die niet op de website zet. Maar dat is niet zo ze bedoelt. Dus dat project wat eigenlijk onder haar leiding zo'n beetje stond. Maar die Sobi-website die is pas een paar jaar echt volledig operationeel. En dit speelt zich af nou ja, van 10... Maar u geeft dus toe dat het een onvolledige opsomming is die u op de website heeft? Nou, nee, dat geef ik niet toe. Want een paar van de belangrijkste overwinningen die staan ook niet op de... Kijk, toen de website... Ja, dus onvolledig. Nou, nee. Als je een website opbouwt, dan ga je niet helemaal diep... Tenminste, heb ik dus niet gedaan. Helemaal diep in het verleden. Dan had ik een website van 30 jaar terug moeten oprichten. Nee, maar goed, daarmee is de opmerking toch terecht dat hij dus niet volledig... Ja, doet er verder misschien niet veel toe, maar hij is niet volledig in ieder geval. Het is niet zo dat je alles van... Nou ja, dan, laten we zeggen, technisch zou ik dan wel willen toegeven dat hij niet volledig is. Ja. Maar ik zou, zij suggereert ermee dat ik alleen overwinningen op de website zet. En geen nederlaag. Dat is absoluut niet waar. Ja. Nou heeft het misschien het een wel tot het ander geleid. Want wij hebben deze dame bijvoorbeeld ook bij Nova gezien. En Nova pakte ook nog uit met een aardige opsomming van ja, nou laten we zeggen, niet alleen overwinningen van u. Laten we even kijken naar een heel klein stukje. In haar boek De Dossiers Lakenman blijkt uit de kille cijfers een heel ander beeld. Lakenman wint vrijwel nooit een zaak. Zo voerde hij 10 strafzaken tegen bedrijven met een totale claim van een kleine 900.000 euro. Er werd slechts 2 euro uitgekeerd. En van de 30 keer dat hij een bedrijf dacht te betrappen op fouten in de jaarrekening, kreeg hij slechts 6 keer gelijk van de rechter, maar 24 keer niet, of slechts ten dele. Van de 10 massaclaims die Lakenman tot nu toe startte, heeft hij er nog niet 1 gewonnen. Ja, ik kan me voorstellen, als je thuis naar Nova kijkt, dat je denkt, nou, die Lakenman gaan we niet bellen de volgende keer. Inderdaad, dat is natuurlijk het beoogde effect ook. En laten we zeggen, op het laatste, die 10 massaclaims, ja, zij is niet op de hoogte. Ze bedoelt waarschijnlijk een collectieve actie. Daar zijn er nooit 10 door mij gestart of waar ik bij betrokken ben, maar 3. Alle 3 lopen ze nog. Dus dat is een beetje een vreemde gang van zaken. En van de vreemde weergave bedoel ik. Ja. En dan van 0 van de 10 civiele claims, ja, dat is echt volkomen uit de lucht gegrepen. Ja. Maar toch vraagt u daar geen rectificatie over deze cijfers? Nou, niet van de cijfers. Wat ik dus wil, dat is dat zij stopt met die beledigende teksten. Dus dat ik een graaier ben, dat ik geen succes heb, dat ik maar 10% van de zaken win. Dat ik een grootheidswaanzin heb. Kijk, dat is de kern van haar campagne. En daarna, als het kort geding klaar is, dan gaan we dus de bodemprocedure, dan gaan we ook dat boek verder, de onjuistheden erin terug. Maar dat is nou eenmaal zo, dat leent zich niet voor een kort geding. En kijk, daarna ook nog schade eisen? Ja, waarschijnlijk wel, ja. De schade eis is, dat is moeilijk. Ik weet nu nog niet of er schade veroorzaakt is. Hè. Dat kan ik nu nog niet bepalen. Nee. Want de schade zou dan zijn dat mensen u niet meer bellen of dat u niet meer aan het werk komt of dat soort dingen, toch? Nou ja, dat er opdrachtgevers weglopen is natuurlijk geen sprake van, maar dat er minder nieuwe opdrachten komen. Ze kunnen geen kant op, bedoelt u? Nou ja, kijk, ik weet dus niet wat het gevolg is natuurlijk. Dus of de schadeclaim eraan komt, dat weet ik nog niet. Maar wat nu in ieder geval, kijk, die bewering dat ik maar 10% van de zaken win, dat wordt dus wel een inzet van kort geding, maar dat is zo notorisch onwaarheid. Maar voor allerlei andere zaken. We hebben vanmiddag even met Moscovici gebeld, de advocaat, en voorgelegd wat u vindt dat gerectificeerd moet worden. Ja. Hij zei, ja, al die dingen zijn tamelijk licht, behalve de term bedrieger. Daar zou Lakenman succes mee hebben. Maar ja, als je van iemand vindt dat hij licht autistische trekjes heeft, ja. Nou ja, kijk, het gaat om het geheel. Ik bedoel, dat is toch een beoordeling. Nou kijk, nou ja,
Geen contact met de werkelijkheid, ja. Wat is dat? Nou ja, het is natuurlijk wel het samenstel. Hè? Dus wanneer is iemand er precies? Graaien, bedriegen, geen succes hebben, autistisch, nee, geen contact met de werkelijkheid. Geen feestelijke opsomming. Jawel, dat heeft ze allemaal. Nee, ik zei het is geen feestelijke opsomming. Dat ben ik niet. Ja, maar dat bij elkaar is onrechtmatig. Kijk, Moskowitz is ook weer een strafadvocaat. Die kijkt dus meer naar last en smaad, vermoed ik. Mm-hmm. Althans, als zij zich daar mee bezighoudt. Het gaat om een onrechtmatige uitlating, dat is een civielrechtelijk probleem. En ja, Moskowitz is misschien een goede strafadvocaat, maar civielrechtelijk is hij natuurlijk niet echt ervaren en deskundig. Wat zit je zwaarmoedig te kijken, Hans? Nee, ik luister. Ja? Ja. Het is ook een zwaarmoedig onderwerp. Ja, is het een zwaarmoedig onderwerp? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, je wordt toch op een bepaalde manier onderuit gehaald. En dat is, niet fijn. Aan het oordeel van Moskowitz hecht ik niet zoveel waarde. Zeker niet op dit civielrechtelijke probleem. Kijk, ik heb een advocaat ingeschakeld die dus gewoon heel... Er zijn maar een handje vol advocaten in Nederland die op onrechtmatige uitlatingen thuis staan. Hoe heet uw advocaat? Mijn advocaat, dat is Volgenand. Ja, het is mijn derde advocaat op gebied. Eerst had ik een Scherm Kemper, die is nu deken geworden. Dus doet niet. Daarna had ik de advocaat die ook, Matthijs Kaaks. Die was ook advocaat van Prometheus. Maar goed, ik ben met Volgenhand bijzonder tevreden. En ik verwacht ook stellig dat hij dit zal winnen. Ja, nou, we volgen de zaak en we wensen u sterkte de komende tijd. Woensdag is het zover, maar het zal niet direct uitspraak. Nee, de uitspraak die zal denk ik 1 of 2 weken later zijn.